Hallo, mensen van internet. En hallo, ja, je kijkt naar internet. En hallo. Waarom is dat je zegt? Je maar weet. Maar oké, hallo, ben ik in de vlog. En in de vlog ga ik het natuurlijk over hebben wat ik gedaan heb vandaag. En dat is zoals ik gewoon niet wil. En het is een schedule van de dag. Moet nog komen. Eigenlijk, want het is nu 5:06 avond. En ja, het is de avond. Dus, wat heb je vandaag gedaan? Toets. Nee hoor, toets. Ja. Twee toetsen en ik kut. Fuck, je raakt al wiskunde en een humble. Nou, dat is zo simpel. Daar heb ik een cijfer ook direct van zo'n toets. Maak je op een laptop dus. Ja. 8,1. Maar dat moet ik. Ik ben in de pauze en ik ben een brugklok geweest naar een systeembeheerder. Heb de code van Wifi heb ik gevraagd. Dus ik kan hem gewoon op internet. Dat is mooi. Verder heb ik weer een toneelstuk meegemaakt op een raam. Want die ene kerel wat we bezig met doen. En ja, dat doet die wel vaak. Hij zoekt. Een stoel vloog door de gang en alle ritselen gestoord. Maar oké, zeg mijn leraar die lachte erom. Dus dan zeg je al hoe leuk het is. En, maar ja. Dat is iets voor een regio. Dat hoef ik niet mee te bemoeien. Want ik krijg een stoel op mijn kop. En wil gezien. Waarom ik zo'n praat. En ja, ik weet het niet. Zo. En ik volg de serie van Boekie 60-11. De laatste op is met Bedankt. Ik heb vorig jaar zijn serie ook gezien van de laatste op is. En zo geweldig wel. Ongelooflijk. Jammer. Dat niet is gelukt met die harde geest. Heb ik hem al gekocht. Ik heb eigenlijk niet gezet in deze vlog. Maar vanavond ga ik. Misschien nog even kan op die binnen. Ik ga in ieder geval even kijken
de laatste was naar Bedankt. Want we zien dat er weer een nieuwe aflevering is. En zo, die heeft ook een nieuwe vlog. Dus ik heb nog even op YouTube de tijd nodig. Dat vind ik geweldig. Maar in ieder geval, dit was mijn vlog voor vandaag. En tot morgen. Ik kan weer te zeggen, tot de volgende keer. Want u weet nooit wat er tussen komt. Maar je weet, bijna elke dag een vlog. Het is maar één keer in de 10 weken om zo dat ik in dat overdraag. Dus tot de volgende keer. Doei.